Machtige ghost, wil jij deze candle uitblazen? Ik praatte en hij ging weg. Het is IMF 5 en ik zei wat. Oké, het is IMF 1. Tot dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik terug in Phasmophobia. En we gaan gewoon weer een lekker spookje vangen, wilde ik zeggen. Maar we gaan hem natuurlijk niet vangen, want dat is Ghostwatchers. Dat gaan we weer een ander keertje doen. Ik ben hier in Phasmophobia en we gaan Doris Young gaan we vandaag vangen. We zitten op Tanglewood, dus ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen. En trouwens, deze vlek hier, dat is niet iets vies. Ik kan gewoon geen niet normaal water drinken. Ik kan water, de fles kan ik nooit normaal binnenkrijgen. Dus ik nam een slokje voor de opnames en ja, het kwam allemaal naar beneden zetten. I don't know. Zwaartekracht is daadwerkelijk een pijn. Goed, ik pak mijn zaklamp en ik pak, wat pak ik nog meer eigenlijk? Een IMF denk ik en een fotocam. En we gaan naar binnen. Ik ben een tijdje ben ik weg geweest. Dit zeg ik altijd trouwens. Nu pas komt het dat we er, maar nu ben ik echt een week of zo. Zijn er ook geen video's online gekomen. Dus ik ben weer even een noob in Phasmophobia. Soms heb je dat gewoon. En ik heb een serieuze vraag aan jullie. Ik wil meer gaan livestreamen. Maar stel ik wil meer gaan livestreamen. Ik vergeet de sleutel. Zo erg is het. Als je de sleutel vergeet, dan weet je al, eind komt eraan. Nee, maar waar kijken jullie liever een livestream? Op YouTube? Dus dan gewoon op dit kanaal, zoals elke zondag. Wat ook niet elke zondag is geweest de afgelopen tijd. Maar goed, op dit kanaal. Of op Twitch. Wat vinden jullie? Ik weet niet echt per se wat nou. Ja, het heeft allebei zijn voordelen en nadelen, I guess. En ik denk van, één keer in de week ook sowieso wel hier streamen. Maar stel, ik ga nog gewoon voor daarna streamen. Yo, waar moet ik dat doen? Het is niet dat het spam moet worden op mijn YouTube kanaal, maar om Twitch te beginnen, I don't know. Ik zit even raar te doen. Ja, de musicbox. Ik heb ook niet gekeken waar de breaker zit, dus wacht, musicbox zit hier. Ik ben helemaal verdwaald. Tanglewood zou ik uit mijn hoofd moeten kennen inmiddels, maar nee, het is toch niet zo. Maar we hebben gelukkig geen musicbox, dat scheelt. Musicbox is, ja, daar ben ik niet zo'n goede vrienden mee. De breaker zit hier. Oké, kijk, top. We hebben summoning circle. Oké, dat is een redelijk tijdje geleden. Laten we het daarop houden. Hebben we hier een hiding spot? Dit hier, we hebben een lekkere hiding spot hier. Stel ik zo de summoning circle hier aflaten gaan en ik zou daar verstoppen, zou die dat dan weten, de ghost? Of is dat zeg maar genoeg afstand? Ik denk niet dat het genoeg afstand zou zijn, eerlijk gezegd. Oké, laten we de bone zoeken. Ik ga gewoon beginnen met het moeilijkste, want dan heb je dat maar gehad voor vandaag. Dat is eigenlijk hoe ik het ook altijd doe, 's ochtends vroeg opstaan en dan hetgeen doet waar je het meest tegenop kijkt. Want dan, ja, de rest van de dag wordt het niet heel veel beter, maar je hebt dat tenminste maar wel gedaan, weet je. We kijken positief. De bone is niet hier, dat is niet positief. De bone hier. Ja, de bone zit sowieso hier. Let op. Bone zit niet hier. Gast, dit is toch een partijtje janken? Oh, wat? Waar, mijn IMF wordt... Oké. Zit hij hier, maar hij heeft niks gedaan, toch? Kijk, mijn IMF wordt heel erg wild. Gewoon hier in dit hoekje. Ik laat hem hier wel even liggen. Ik ga wel alleen de bone verder zoeken zonder mijn IMF. Dat is wel Ja, nu hoorde ik je wel aan een lichtknopje zitten. Ja, deze hier, hè. En de deur. Fingerprints. Interaction. En dan deze ook fingerprints. Ook interaction. Daar ging mijn fotocam. Oké, nu moet ik wel een nieuwe fotocam halen voor de bone. Maar we hebben in ieder geval fingerprints. Kijk, fingerprints. Daar gaan heel veel ghosts vallen er vanaf. Dat is echt top. Wil jij trouwens een keer samen met mij Phasmophobia spelen? Vergeet dan zeker niet mijn Discord server te joinen. Er staat een linkje in de beschrijving. Er zijn sowieso ook heel veel andere mensen die echt wel dagelijks iemand zoeken om Phasmophobia mee te spelen. Dus ik zou zeggen, join zeker. Je kan altijd zien wat je ermee doet. Maar het is een gezellig clubje. En even kijken, wat wil ik eigenlijk nog meer meenemen dan? Ik weet het niet zo goed. Misschien ghostwriting. Want ik ga nu toch nog in het huis rondlopen. Dus zoiets als een videocam heeft nog niet heel veel zin voor mij, want ik kan niet de hele tijd kijken. Maar ghostwriting kan de ghost lekker doen wanneer die wil. Als het natuurlijk een evidence is. Maar daar gaan we nu gewoon eventjes... nou, daar hopen we gewoon even op. Goed, de bone. We gaan... de kelder heb ik voor mij niet gezien. Kijk, we hebben hier de bone. Dit is top, dit is goed. Dan wil ik deze fotocam moet even... Waarom knipperde nu al alles? Oké, deze fotocam kan hier in de zwevende prullenbak dat helemaal niks doet. Oké, dat is goed, maakt niet uit. Dat is dat ik tenminste niet de verkeerde fotocam pak tijdens een event of zo. Weet je, als je een foto wil maken van de ghost. En je pakt dan een lege fotocam en dan heb je eindelijk de volle fotocam. Dan maak je een foto en op het moment dat je maakt, disappeert die. Nou, dat zijn momenten daar kan je van huilen in Phasmophobia. En ik heb het vaak genoeg gehad. We moeten het trouwens repellen en we moeten met een candle moet die uitblazen. Maar dat komt wel goed. Repellen kunnen we wel met de summoning circle doen. Ja, dat moet wel lukken, want dan ga ik gewoon op de trap staan. En dan repel ik hem hierboven. En dan ren ik zomaar weer de garage kelder. Waarom is het zo moeilijk voor mij? Ik ren dan de kelder in. En dan ga ik daar op die verstopplek zitten. Dat was sneeuw wat ik zag vallen. Voor mij geen ghost. Ik wil ook een temperature en thermometer. Die combinatie heb ik ook nog niet vaak gehad. Hij gooide met iets. Het is IMF 5. Oké, dat is wild. Ik ga naar buiten. Doei doei. Wat kan het dan zijn? Een Jin, Goryeo, Mining of Obake? Niet mijn favoriete ghost. Zeer zeker niet. Goryeo is toch dat je hem alleen op de K
cam ziet. Ja, oké, wacht. Dus het zijn 4 ghosts, 5 evidence. Dus wat is het niet? Het is... Spearbox is het niet. Oké, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Want ik had geen zin om dat te proberen. Zie ik iets op de cam? Want dan is het ghost orbs, ghost writing, dots en freezing. Oké, dat is makkelijk. Dan gaan we even een thermometer wel meenemen. Oké, serieus? Ik schrok me kapot. Ik zie dus allemaal... Mijn gordijn beweegt opeens heel heftig. Zeg maar echt gewoon alsof er iemand tegenaan stoot. Oh, dat dots. Oké, dat is een Goryeo. Fijn. Maar mijn kat zit dus blijkbaar in de vensterbank. Ja, laat mijn gordijn met rust. Het is nogal moeilijk voor katten blijkbaar. Maar goed, het is een Goryeo. Voor mij zag ik wel echt dots, right? Ja, dat was echt dots. Oké, dus dan hoef ik dit eigenlijk niet eens mee te nemen. Het enige wat ik moet doen is eventjes een candle. Nou, die gaan we daar gelijk wel neerzetten dan. En nou, wat ik dan meeneem is... Ik heb allemaal items slots vrij. Dan gaan we gewoon gelijk weer bellen. Dit wordt weer een van de snellere potjes. Dat is heerlijk. Kijk, hallo Ghost. Dit is gewoon even om te laten zien dat ik het kan, hè. Niet dat mensen gaan zeggen van... ja, je bent zo slecht. Je doet zo lang over een potje. Bla, bla, bla. Janken. Dat is voor YouTube-video's. Oké, zo machtige Ghost. Wil jij deze candle uitblazen? Show yourself. Dat is een deze deur weer, ja. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je eraan zit. Even kijken... Weer fingerprints. Nog... Oké. Ik weet niet waar die andere fingerprints dan van waren, maar I'll take it. Weer IMF5. Ja, maar blaas die kaars dan even uit. Hier. Zet hem daar neer voor je bakken. Show yourself. Oké. Deze ghost is bang voor mij. Zag je dat? Deze ghost is gewoon... Ik praatte en hij ging weg. Het is IMF5 en ik zei wat. Oké, het is IMF1. Show yourself. Oh, dat is dat draaiding. Dat is geen hunt. Waarom kan je wel aan die deur zitten, maar letterlijk niet het kaarsje wat daaronder staat uitblazen? Het is alweer IMF5. Oké, weet je wat, ghost? Gaan we het zo doen? Ik ga meer kaarsjes meenemen. Let op. Ik durf mijn zaklamp te droppen. Ik heb geen idee wat mijn sanity is trouwens, maar ik durf het gewoon. Ik ga 3 kaarsen meenemen. Ik ga ze allemaal in dat huis plaatsen. En als hij dan niet uitblaast, zal je zien. Oh, nou, hij heeft het nu nog niet gedaan. Als hij dan niet uitblaast, dan weet ik het ook niet meer. Dan wordt het een... dan is het niet zo'n gezellige ghost eigenlijk. Oké, dus ik zet er hier eentje neer. Die steken we gelijk aan. Hier ook een neer. En hier. Nou, nu heeft hij daadwerkelijk, zeg maar, echt keuze genoeg. Show yourself. Ghost. Hoe heet je ook alweer? Doris Young. Show yourself. Gaat hij echt niks... Wel, dit spook is niet heel interactief. Die vindt het wel prima om eventjes in zijn plekje... Zeg, is het een Goryeo? Is dat nog iets speciaals? Nee, toch? Alleen dat hij niet op die camera... The rarely seen, far from the place of the... Oh, dat was dit spook. Ja, daar ging een kaars. Maar is dat omdat die... hij heeft er uitgeblazen? Hoe moeilijk was dat? Hoe moeilijk was het? Oké, dan gaan we nu... Oh, maar dan wil ik eigenlijk wel een ghost foto ook. Hoeveel zit er in deze foto? Eentje. Oké, ja, we gaan het doen. Ik ga... Dit vind ik nog steeds heel verwarrend met die, dit hier. Ik vind het een heel donker stukje, zeg maar. Wacht even zo. Dan ga ik mijn fotocam hier beneden alvast neerleggen. En dan gaan we een foto maken van de ghost. En dan gaan we hem boeken. Dan repellen we hem. En dan bingo. Oké, zo. Moet eventjes mijn sprint opladen natuurlijk. Oké, dus wat we gaan doen. Ik drop mijn zaklamp, want zo cool ben ik. Nou, durf ik dat? Ik zal wel moeten, I guess, hè. Oké, dat doen we zo. Zo, zo, zo. Dat is de allerlaatste. Oké. Dan pakken we de fotocam. Dan moeten we... Oké, we hoeven maar 1 keer te... En dan pakken we de zaklamp. Ja, ik doe het gewoon. Niet over nadenken. Zo. En dan komt hij naar boven. En ik heb al gesprint. Waarom ben ik al gesprint? Waarom doe ik dat? Oké, nu is mijn sprint wel weer opgeladen, hoop ik. Ik moet op F drukken. Dat moet ik niet vergeten. Ik moet niet op G drukken. Is te makkelijk. Is te makkelijk, jongens. Ik ben die pro. Nee, wat ik wel nog een keer wil doen, is ik wil mijn repel fotocam truc, wil ik nog een keer proberen. Ik weet niet meer hoe die ging, maar ik heb dat een keer in een video gedaan. Volgens mij was dat, ik repel hem, ik draai om, ik maak een foto en wegrennen. Dus dan heb je geen zaklamp bij je. Dat wil ik nog een keer doen. Als je dat kan, dan kan je jezelf echt een pro verklaren. Dan ben je gewoon uitgespeeld. Ik denk dat de ghost het wel voorbij is eigenlijk. Oh, ik weet niet meer welke knop ik moet drukken in deze game. Oh, dat is praten. Oké, nou, als de ghost het was, dan komt hij nu alweer naartoe. Kijk die foto. Dit is een goede foto. Ja, outplayed. Wat kan je eigenlijk nog een keer... Oh nee, je kan hem niet nog een keer aanzetten. Dat zou op zich leuk zijn. Dat je bijvoorbeeld Summoning Circle nog een keer aan zou kunnen zetten. Maar dat het dan echt gewoon... Ja, ik weet niet. Ze moeten gewoon nog steeds die hallucinaties erin voor echt iets wat de game net weer die extra scare effect geeft of zo. Ik weet niet. De jumpscares zijn niet hele erge jumpscares zoals in Ghostwatch. Eigenlijk heeft Phasmophobia nog net dat extra pittige sausje heeft het nodig. Gewoon eventjes net wat beter maakt. Want ja, dit was hem nu. Ik vind het helemaal mooi geweest. Je bent een Goryeo. En als je het niet bent, dan
dan ga ik toch maar even terug naar de opticien, want dan heb ik geen dotsen. Maar ik heb het wel echt, of ik verbeeld het me in. Wist je, ik heb net een keer gedroomd gehad over phasmophobia, dat ik in de game zat. Ik weet niet voor de mensen die Jumanji kennen. Dat had ik letterlijk met phasmophobia. Ik zat in de game, in mijn eentje, in Asylum. Maar dan niet de, zeg maar, de Asylum die er nu is, maar de nieuwe. Ik weet ook niet waarom ik daarover heb gedroomd überhaupt, want ik heb alleen maar een paar foto's gezien. Ik zat daarin en die ghost, nou oké, okay. Dat is echt eng. En die dromen die ook van echt voelen, dat is bizar. Maar het is een Goryeo, €270. We hebben alles gewoon helemaal goed gedaan. We hebben natuurlijk heel veel geld gekregen van de foto's. Want en fingerprints en interactions en de ghost foto en de bone foto en de cursed object natuurlijk. Dus dit is mooi, 200 XP. We gaan richting de level 500. Jongens, voor de level 500 moet ik echt een insane challenge hebben. Dat moet echt gewoon, dat moet het beste potje ooit worden. Dit was gewoon weer een prima phasmophobia potje. Heb jij nou een leuke challenge voor de volgende keer? Laat die zeker achter beneden. En vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal en hopelijk zie ik jou weer bij de volgende video. Joejoe!